Het gezondheidsplein Kalsdonk in Roosendaal is al enkele maanden in gebruik, maar vrijdag was de officiële opening. Het zorgcentrum is gevestigd in de monumentale Heilig Hartkerk in de wijk Kalsdonk. Ruim tien jaar geleden begon de speurtocht naar een nieuwe functie voor het kerkgebouw. Door een reorganisatie binnen de Roosendaalse parochies was het gebouw niet meer nodig voor de eredienst. In 2006 is de kerk formeel aan de eredienst onttrokken. Architect Kees de Jonge van het bureau Rothuizen van Doorn het Hoofd heeft de kerk met zijn cultuur, historische en religieuze rijkdom in zijn waarde gelaten en toch een eigen tijdscentrum geschapen. Nu biedt het gebouw onderdak aan onder meer huisartsen, fysiotherapeuten, een consultatiebureau en het maatschappelijk werk. In april en mei zijn de meeste diensten van start gegaan, maar een officiële openingsceremonie was er nog niet. Die vond vandaag plaats.